Gerard Kemkes, schaatscoach natuurlijk, maar ook werkzaam bij FC Groningen. Hoe is het met de spanning voor de bekerfinale? Nou, ik moet wel bekennen dat ik wel wat kriebel in de buik heb, ja. Is vergelijkbaar met een, laten we zeggen, groot schaatstoernooi? Zeker. Ja, nou niet helemaal, omdat ik bij een groot schaatstoernooi natuurlijk zelf de touwtjes mede in handen had. Maar de spanning die ik voel begint wel die kant op te gaan. Hoe anders is dat? Nou ja, ik zit natuurlijk nu op de zijlijn, dus het is wel enigszins relaxed. Maar aan de andere kant, die spanning die je voelt, die neigt ook naar ik wil iets doen en dat kan ik vandaag niet. Dus, Groningen heeft natuurlijk filmpjes laten zien van bijvoorbeeld Arjen Robben. Is trainer Van der Looy eigenlijk nog bij jou geweest? Wat is jouw ervaring met dit soort wedstrijden? Als het er echt om gaat, als je nu moet pieken? Nee, dat hoeft bij Groningen op dit moment zeker niet. Ik ben bovendien intern. Ik denk dat het sterker is om extern een kracht te halen. En Groningen zit in een mooie flow. We zitten in een hele lekkere sfeer en dat moet Erwin Lekker zelf gewoon goed doen. En dat heeft hij de laatste weken laten zien dat hij dat ook echt kan. Qua sfeer lijkt het wel een beetje op schaatsen, hè? Want de supporters lopen gewoon braaf door elkaar heen. Blauw van Zwolle en het groen van Groningen. Ja. Er is niks aan de hand, de sfeer is fantastisch. Ja, je ziet me ook al de hele tijd knikken. Het is geweldig. Mijn kinderen zitten er ook ergens tussen. En het is echt, ik zei net ook al tegen mensen, ik zeg van dit lijkt een beetje een oranje sfeertje. Het is geweldig hoe groen-wit en blauw-wit elkaar vindt en hoe de stemming rond het stadion is. En laten we hopen dat dat na de uitslag ook nog zo is. Wat wordt het vandaag? 2-1 voor Groningen.